Ja, het is eigenlijk wel een super spannend verhaal. Ja, Sinterklaas die heeft twee taken eigenlijk. Ten eerste is dat een mens die gewoon sympathiek moet zijn. Ja, waar kinderen naar uitkijken, die denk ik ook een beetje een beetje hoger staat voor de kinderen. Ze hebben daar respect voor. Maar het belangrijkste bij de Sint is natuurlijk dat hij ook cadeautjes geeft. Wat gebeurt er nu als er iemand... Het is eigenlijk crisis, zeg maar. En de film die gaat erover dat een verkoper van speelgoed, die ziet zijn verkoop achteruit gaan. En die denkt van, als ik nu eens het magazijn van de Sint laat leegpikken, hè, dan gaat die automatisch bij mij moeten terechtkomen om terug te leveren. Een hele lepe zakenman. Uiteraard wordt die mens achteraf terug op zijn plaats gezet. Maar daar gaat het eigenlijk over. Van stel nu dat het magazijn van de Sint wordt leeggeplunderd door mensen die aan hem willen verdienen. Maar de Sint zou de Sint niet zijn, mocht hem dat niet fantastisch kunnen oplossen. Voilà. En wat is jouw rol eigenlijk in de film? Wel, mijn rol is iets kleiner dan die van Sinterklaas zelf. Mijn rol is eigenlijk heel klein. Dus samen met Arne van Haken ben ik eigenlijk verslaggever van dienst. Dat wil zeggen dat wij af en toe eens tussenkomen om een verslag te geven. En wij zijn net zoals u, hebben wij normaal gezien een cameraploeg. Maar voor ons is crisis en we zijn van twee verschillende zenders en we moeten het met één camera doen. En dat is een beetje het gevecht voor de lens. Voilà. Ik vond dat wel heel grappig. We hebben voor de rest niks te maken. Ik heb de Sint niet gezien. Ik heb de Pieter niet gezien. Ik heb niemand gezien. Dus wij hebben gewoon ons ding kunnen doen. Maar dat was heel prettig. Ja, ik speel samen met Herman Verbruggen, beter bekend als Markske uit de Kampioenen. De reporter, de tv-reporters, die af en toe door de film verslag uitbrengen van wat er allemaal verkeerd loopt met het avontuur van Sinterklaas. Want het is natuurlijk een hele pepernotenchaos. Vandaar ik ben me ook al aan het inleven met veel pepernoten. Super lekker. Wij kennen dat eigenlijk niet echt in België, pepernoten. Wij zijn meer zo de picknickmensen. Maar echt waar, pepernoten, ze zouden dat eigenlijk moeten lanceren in België ook. En waar gaat de film eigenlijk over? Ik ga er nog niet te veel van verklappen, maar het is dus een heel avontuur. Er loopt weer van alles verkeerd, want Joris en Boris, dat zijn de twee schurken die eigenlijk altijd Sinterklaas te snel af willen zijn. En ja, uiteindelijk loopt het hopelijk wel goed af. Herman en ik, wij houden altijd ons hart vast natuurlijk als de reporter. Ik heb de film zelf ook nog niet gezien, dus ik ben heel benieuwd, maar het was in ieder geval superleuk. Ben jij braaf geweest dit jaar? Ik ben denk ik wel braaf geweest. Ik probeer nu al zoveel mogelijk te genieten van alle snoepjes en zo. Voor het geval dat Sinterklaas toch vond dat ik niet echt braaf was. En dat als ik straks op 6 december geen snoep meer krijg, dan heb ik mij nu toch al lekker volgegeten op de première. Nee, ik ben Milan. Dat is een hele nieuwsgierige jongen die erachter komt dat Brutus iets gemeens van plan is. En ben jij braaf geweest dit jaar? Ja, zeker. Sinterklaas had jou zeker veel cadeautjes geven. Ik heb hem goed geholpen, dus dat hoop ik natuurlijk wel. En jij? Ik ben hartstikke braaf geweest. Hoi, ik was Piet. En wat is jouw rol in de film? Ik ben Eva, ook een nieuwsgierig meisje en de beste vriendin van Milan. En die komen erachter dat... En wat gaan jullie precies doen? Wij gaan ervoor zorgen dat het Sinterklaasfeest doorgaat. En jij bent ook braaf geweest, hè? Ja. Ja. En Piet, hebben jullie een zak meegebracht voor de stoute kinderen? Nou, natuurlijk niet. Nee, dat doen we al lang niet meer, hoor. Nee, daar hoeven ze echt niet bang voor. Jullie hoeven niet bang te zijn, hoor. Nee, maar wel braaf zijn. Waarom is Sinterklaas er niet bij vandaag? Sinterklaas kon helaas niet. Het is echt heel vervelend. Maar hij komt natuurlijk bijna in Nederland, dus je kan je voorstellen dat hij het heel druk heeft. En in België, Post Piet. Ja, ja, ja. We gaan ook naar België. Ja, gelukkig wel.